Rond half zes gisteravond brak er brand uit in een loods van stukwerkers aan de Port-Arthurlaan. In geen tijd onttaarde de brand in een immense vlammenzee, die tot in het stadcentrum te zien was. De wind blies de rookpluimen over het dok, waardoor de geurhinder voor de omwonenden in de wijk Meulensteden beperkt bleef. Maar de stukken isolatie uit het dak vlogen tot in Oostakker. De brandweer kwam massaal ter plaatse. Het gebouw was heel snel verloren, dat werd heel snel duidelijk. Er zijn onmiddellijk de aanpalende gebouwen, de aanpalende loodsen afgeschermd met watermonitoren. En ondertussen ja, is de brand, laten we zeggen, een groot deel onder controle. Maar zal de nablussing ja, waarschijnlijk nog de volledige nacht, minstens de volledige nacht duren. Vanmiddag was de brand weer nog steeds aan het nablussen. In de loods lag een lading kunstmest en een grote partij hout die dicht op elkaar gestapeld lag. Daar hebben we een beetje werk aan om dat allemaal uh, geblust te krijgen. Um, ja, wij, wij, wij krijgen zeer binnenkort uh, bijstand van uh, de firma zelf met de uh, zware bulldozers. Om dan ook uh, ja, de werken iets te vergemakkelijken en te zorgen dat, uh, dat het goud uh, uit de loods kan en dat we zo beter kunnen afblussen. Het parket kwam deze namiddag ter plaatse met enkele brandexperts. Maar wat de brand veroorzaakte is nog niet geweten. De loods, zo'n 7000 vierkante meter groot, is compleet verwoest.